En dan rijden we zo, dus in Parijs de Bec komen, zo rijden we dit zo naar het bos. Adrie, zo op de kaart ziet het er allemaal heel goed te doen uit. Ja, maar heel Frankrijk ziet er goed te doen uit op de kaart. Maar ja, we zijn hier niet voor niets om deze etappe te verkennen en te bekijken. Omdat het een heel gevaarlijke etappe is voor klassementsrenners. Een gevaarlijke etappe dus. Die derde etappe op 6 juli van Wansen naar Arenberg. Het wereldberoemde Arenberg van Parijs-Roubaix. Ja, I think it's dangerous, hè? I think nobody can win the tour, but a lot of people can lose. Peloton is vrij onrustig over deze rit. Ervaar jij dat ook zo? Ik iets minder, omdat ik niet echt klassementsrenner ben. Dus als ik tijd verlies, is het voor mij niet erg. Maar ik kan het wel begrijpen dat, dat renners er eigenlijk druk op maken. Dat ze die tijd kunnen verliezen en de tour misschien kunnen verliezen. Ik kan hem hier niet winnen, maar ik kan hem wel verliezen. Dat is duidelijk. Je kunt hem hier niet winnen, maar wel verliezen. En dat geldt ook voor Robert Geesink. Ik moet zeggen, het valt me niet echt tegen. Het is natuurlijk lastig en de stroken zijn slecht. Maar als ik ook van die andere mannen hoor die er toch ervaring in hebben in het rijden over die stenen, ga ik er op zich nog best wel goed overheen. En dat is een geruststellende gedachte. Nou zei jij en Lars Boom en Bram Tankink, die zijn een beetje meer bedreven in die oneffen ondergronden dan de anderen. Wat gaan jullie ze straks nou vertellen? In de bocht is het goed om tractie te houden en gewoon doortrappen. In de bochten en dat is denk ik belangrijk. Ander ding is er is een fabeltje dat iedereen zegt, je moet heel hard stoempen. Op allergrootste verzet rijden wat je hebt. Nou, dat is helemaal niet waar. Je kunt het best gewoon doen wat je altijd doet. En dan rij je het hardst over die kassei. De strategie is in principe in zo'n dag heel makkelijk. En dat is gewoon van voren koersen. En van voren in ieder geval die keien opgaan en ook van voren eraf komen. En alleen je moet het nog wel even doen. En we rijden met 200 man en wat ik al zeg, al die ploegleiders zeggen ook dat ze van voren moeten koersen, dus dat gaat enorm stress worden. Vorig jaar je pols natuurlijk, had je daar enigszins een beetje last van? Nu? Nee. Ik heb beide pols al een keer gebroken en op zich voel ik daar van beide kanten niks meer van. Dus dat is allemaal mooi geheeld. Sommigen zeggen dat het is gekke werk. Ja, nou ja, het is zeker gekke werk. Ik bedoel, jullie zijn achter ons aangereden. Ik denk dat het in de auto nog niet eens, nog bijna niet te doen was. Het was een hel. Ja, het is echt zeker nu stof. Ik hoop trouwens wel dat het stof blijft en liever geen modder wordt, maar in ieder geval, het is gewoon met wielrennen en wielrenfietsen heeft het vrij weinig te maken. Ik denk dat het voor de supporters een prachtige Tour de France wordt, voor jullie ook? Ik hoop het. Ik hoop dat die voor ons net zo mooi wordt als voor de supporters die thuis op de bank zitten. Dit gaat in ieder geval een leuke dag zijn om op televisie te zitten. En ik zit op de fiets, dat is de ellende. Oké, dankjewel.